Hallo, dit is les 3. Les 3 gaat over man, vrouw, leeftijd en woonplaats. Man, vrouw. Dit is de man. Dit is de vrouw. De man, de vrouw. Wij zeggen niet hallo man, hallo vrouw. Nee. Wij zeggen hallo meneer, dag meneer, goedenavond meneer, goedemorgen meneer. Hallo mevrouw, dag mevrouw. Dus wij zeggen niet hallo man, hallo vrouw. Nee. Wij zeggen hallo meneer. Hallo mevrouw. Dit zeggen we tegen iemand die wij niet kennen. Dit ben ik. Hij. Zij. Ik ben één persoon. Singularis. Hij is ook één persoon. Singularis. Zij is ook één persoon. Singularis. Ik heet Norsi. Hij heet Ahmed. Zij heet Fatma. Leeftijd. Ik ben 35 jaar. Hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij? Kijk naar de kleuren. Jij wordt ik, ben, blijft ben, hoe oud? 35 jaar. Hoe oud ben jij? Ik ben 35 jaar. Ik ben 35 jaar. Opletten. Hij, ben 30 jaar. Nee, dat klopt niet. Hij is 30 jaar. Zij is 25 jaar. Ik ben, hij is, zij is. Dit gaan wij nog leren. Woonplaats is de plaats waar jij woont. Ik woon in Limburg. Ik woon in Antwerpen. Ik woon in Gent. Ik woon in Brussel. Jij kan hier schrijven of zeggen waar je woont, jouw woonplaats. Waar woon jij? Jij wordt ik. Woon blijft woon. Waar? Waar? Dat kan overal zijn. Waar woon jij? Ik woon in Limburg. Ik woon in Gent. Ik woon in Antwerpen. Ik woon in Limburg. Hij woont in Antwerpen. Zij woont in Brussel. Opletten. Ik woon. Hij woont. Zij woont. Zo, dit was les 3. Ik wens jullie allemaal heel veel succes.